Welkom bij Fortuna TV. Het is een hectische tijd in de Jupiler League. SC Verdam is verloren gegaan voor het betaalde voetbal. We kijken vandaag terug met trainer Willy Boessen op de wedstrijd tegen Volendam en Excelsior en blikken vooruit voor de wedstrijd tegen de Graafschap. Willy Boessen, het doek is gevallen voor SC Verdam. Een treurig feit. Ja, zeker voor mijn collega Gert Heerkes. Ik heb een goede relatie met hem. In de strijd van degradatie bij VVV Willem II. Uiteindelijk hebben wij als VVV die strijd gewonnen en hun zijn toen gedegradeerd. Dus je hebt daar een binding mee. We zijn toen ook samen naar Turkije geweest in het vliegtuig. Naar Turkije toe in de winterstop en dan praat je dingen bij en dan loopt hij tegen dezelfde problemen aan die je zelf ook hebt op dat moment. Dus dat bindt. En uiteindelijk een goede collega die het eigenlijk onder omstandigheden uitstekend gepresteerd heeft. En dan is het triest ook voor zo'n club, hè. Een hele lange geschiedenis. En dat is jammer. Jammer voor de club sowieso, voor de mensen die er werken. En zeker voor betaald voetbal in de Jupiler League. Het kan natuurlijk niet zo doorgaan dat op deze manier competities worden kromgetrokken. En uiteindelijk ervoor zorgt dat je vervalsing hebt. En dat kan niet. En de KNVB moet zich daar aan achter de oren gaan krabben. En die moet ervoor zorgen dat niet meer voorkomt. Want uiteindelijk heeft een licentiecommissie even een taak. En die taak moet wel goed uitgevoerd worden. En als dat niet zo is, ja, dan moet je daar ook vraagtekens bij zetten. Verlies tegen Volendam, winst maandag op Excelsior. Welk gevoel overheerst? Ja, je hebt welk gevoel overheerst tegen Volendam? Overheerst gewoon een grote teleurstelling. Je staat terecht met 1-0 voor. We spelen het eerste kwartier fantastisch. Daarna hebben we dat zetten moeilijk, omdat Volendam gaat pressen. Maar dat is logisch, hè? We hebben een thuisspelende ploeg die kampioen wil worden. En dat wij dan in Volendam gaan meehelpen door een domme rode kaart te halen. En daarna niet op te letten bij een moment vlak voor rust. Dat is dodelijk. En dan weet je dat je na rust met 10 mensen ontzettend moeilijk krijgt. Maar ondanks dat hebben we nog in de tweede helft nog goed gedaan. We hebben nog heel veel kansen kunnen creëren. Hun ook. Alleen hun trok aan het langste eind. En dat is weggegooid. Weggegooide punten. De eindfase van de competitie is nu echt begonnen. Is de wedstrijd tegen de Graafschap cruciaal? Nee, ik denk cruciaal is geweest tegen Excelsior. Dat je die wint. Je ziet ook nu met de wegvallen van Veendam dat er een kloof komt. Hè. Helaas voor Den Bosch, ook triest. 6 punten aftrek, zelfs voor MBV. Ik moet zeggen, wij hebben ook 7 punten moeten inleveren. Samen met AGOV 4 en nu weer 3. Dus ook ons treft het. Ik denk dat we op de juiste plek staan. Als je kijkt naar de ploegen boven ons. Ik denk dat die ook qua organisatie en qua ervaring, qua spelers in de groep, verder zijn dan Fortuna. Ik denk dat wij op dit moment maximaal presteren. We hopen deze plek vast te houden, dat we in ieder geval kunnen meedoen in die play-offs. Kunnen de mensen een open wedstrijd verwachten tegen de Graafschap? Weet ik niet, dat is afhankelijk van. Hè. Tegen Excelsior is een zeer open wedstrijd. Kansen over en weer. Gelukkig viel dat in ons voordeel. Ik weet van de Graafschap dat het een opportunistische ploeg is. Spelen met 2 spitsen naar uit op middenveld. Spelen veel de lange bal op die 2 spitsen. Hetzelfde wat Excelsior heeft gedaan. Dus wij moeten dat beter doen dan afgelopen wedstrijd in de tweede helft. Juri Schooijen was tegen de wedstrijd voor Excelsior niet heel fit. Is hij erbij en zijn er verder mutaties? Nee, Juri is weer fit. Ja, die had maagklachten. Ik speel altijd met spelers die 100% fit zijn, ook al ben je basisspeler. Is ook het goed recht naar andere jongens toe. Walid Sikor heeft het prima gedaan. Dus hij heeft daar wel even zijn steentje bijgedragen. Maar in ieder geval, Aziz komt er terug. Hè. Alleen Jordi Bruls is nog weg van een schorsing. Timo Dreze en Johan de Boer en Van Anderik zijn er ook niet bij. Dankjewel Willy, veel succes. Merci. Dankjewel. Okay. Ja.